Nou, waar sta je dan in je eentje? Met je goede gedrag. Kan je dat net doen of je me niet ziet? Voor jou alleen vandaag, hè? Waar vandaag? Ook weer leuk. Kom op, hoppa! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Rudo. Iedere week natuurlijk hier bij jou op televisie bij Unity.nu. En online is de uitzending terug te zien via www.unity.nu. Iedere week ga ik op pad in de regio en meestal ben ik wel te vinden op de markt in Leiden. Gezellige plek met veel mensen op zoek naar verhalen uit de regio. Welkom bij Rudo. Rudo! Hoe is het met jou? Goed. Ja? Wat ben je aan het doen? Dat weet ik veel. Ja, je loopt er wel lekker comfortabel bij met je karretje. Ja. Heb je de boodschap al binnen? Ja. Wat heb je gekocht? Weet ik veel. Wat zeg je? Weet ik veel. Heb je gezonde dingen gekocht? Want ik zie wel ook nog wat lekkers. Ik ga door. Oh, ga jij door? Krijg een box? Rio! Dag groenteboer. Heb je net je mond weer vol? Zou je net zien? Ja. Vorige week kon ik je niet verstaan door dat roosteren. Dat heb je, hè? Hoe is het? Heel goed. Ja? En met jou? Ja, ook goed. Nou, lekker weer. Ja, het is vorige week, toen lag het hier nog vol met sneeuw. Volgende week zaterdag je korte broek aan. Nou, het is toch bizar. Ja. Het wordt volgende week, het kan 15, 16 graden worden. Zonder. Ja, 17 graden. Ja. In Limburg kan het tegen de 20 worden. Dan gaan we daar maar heen. Hoe sta je liever? Nou, wat denk jij? In de kou? Of? Nou, er zijn ook mensen die kou helemaal geweldig vinden. Ja, maar die werken overdag binnen. Maar wat voor maatregelen hebben jullie nou met die kou genomen? Want het is voor de handel ook niet goed, toch? Nee, maar ja, zeilen er gewoon kachels erin en dan redden wij het wel. Dus, maar is het wel een beetje druk geweest dan? Zaterdag was niet zo druk, mensen gingen allemaal schaatsen natuurlijk, weet je. Dus, ja. Dus, maar vandaag weer druk, want ik vind het rustig. Een beetje rommelig, ja. Maar we zijn tevreden. Dus, Goed zo. Nou, ik laat je lekker met je lunchpauze, want dat moet ook gebeuren. Gaat allemaal van je tijd af dit. Ja, straks wordt mijn baas weer boos. Ja, daarom. Hey, werk ze. Oké, okay, hoi. Rio! Goedemiddag, mannen. Hoe is het met jullie? Het waar, maar ik ben niet in beeld. Oh, jij wil niet in beeld? Nee, joh. Niet snel weglopen? Nee, daar kom ik niet zelf. Nou, waar sta je dan in je eentje? Met je goede gedrag. Rio! Dag meneer, dat is een gezond mandje. Kijk, dat zie ik graag. Dat als je dan aankomt lopen, dat mensen een beetje naar je lachen. Hoe is het? Dat was wel weer een stukje minder positief. Nou, nee, ik heb een nieuwe heup, dat doet zeer. Dan zit je daarom in dat karretje dan? Ja, ik heb een nieuwe heup. Maar wanneer heb je hem gekregen? Vijf keer geopereerd. Jeetje, in welk ziekenhuis? In de LUMC. LUMC. Maar waarom vijf keer dan? Dat lukt niet. Dat lukt niet. En nou nog niet, ik moet weer geopereerd worden. Maar heb jij zo'n gekke heup? Nee, ze hebben een zenuw verbod gehaald. Pijn? Ja, ik kom nou pas voor het eerst weer even buiten. Maar waarom moest je een nieuwe heup dan? Was je erop gevallen? Nee, ik moest een nieuwe heup hebben, ik was versleten. Wat heb je voor werk gedaan vroeger dan? Ik? Bij de melkfabriek. Krijg je daar slechte heupen van? Ja, als jouwe wel, ja. Dan die melkbussen. Zo, dat zijn zware, die zijn als waar als er geen melk in zit? Nee, maar volle bussen. En moest je dan die bussen ook echt optillen, de wagens op, noem maar op? Ja, terwijl je hoog. Heb je het wel altijd leuk werk gevonden? Ja hoor. Maar ja, jammer tot die fabriek weg is. Dat, wat? Ja, maar ik word ook 80. Word jij 80? Ja. Nou, dat had ik je nog niet gegeven. Ja. En hoe is het in de liefde? Goed. Ja? Ja hoor. Is ze thuis? Echt een lieve vrouw. Kijk, heel goed. Nou, zullen we vanuit de zwaaien? Dag vrouw. Rio! Wat kom je hard aangescheurd? Nou, ik zal hem meevallen, joh. Ja. Maar dit is wel een heel kleintje, of niet? Ja, maar dit is eigenlijk enkel maar voor als je weggaat. Maar die je helemaal in elkaar kan zetten. Heb je hem ook zelf in elkaar gezet? Ja, die is in vijf delen kan je uit. Ja, want ik had die meneer die daar staat, die heeft Nee, dan moet hij in een auto. Dat hij dan weg wil. Ja, inderdaad. Maar wij halen hem helemaal uit elkaar. Maar ben je nog wel zelf mobiel dan? Of, Nou, ik kan niet alles. Ik kan geen half uur lopen zo gewoon hoor. Ja. Wat vond je ervan toen je op een gegeven moment in een scootmobiel moest? Heel erg. Ja? Heel erg. Ja, ik hoor dat vaker van mensen. Ja. Dat je daar eigenlijk wil je er niet aan. Nee. Nee. Maar als je er dan eenmaal in zit, dan denk je, was het nou zo erg? Ja, je kan niet weg anders. Hè? Anders je bent altijd met een andere aangewezen. Ja.
Dus mijn man die doet al heel veel. Dus, hoe voel je de dagen een beetje met corona? Ja, een beetje puzzelen, een beetje achter de naaimachine. Tot, het duurt gewoon al bijna een jaar, hè? Ja, ja, maar volgende maand, hè? Ja, 15 maart. Ja. Het was op de verjaardag van mijn vriendin. We waren uit eten. En we hadden All You Can Eat restaurant. En toen zeiden ze, ja, jullie krijgen nog één ronde en dan moeten jullie weg. Maar we hadden nog niet zo goed door wat er aan de hand was. Nee. Waar was u toen u het hoorde? Was u thuis? Ik was thuis, ja. Ja. Maar ik denk zo, nou, dat wordt lekker zitten. Nou, dacht dat u dan van, nou, dit duurt eventjes en het gaat voorbij? Ja, of had nee, u gelijk als nee, idee, ik had al gehoord van die corona en van de andere landen. Ja, China, ik denk, kwam het vandaan. Ja. Ik denk dat wordt een lange periode. Hoe lang gaat het nog duren, denk je? Nou, ik hoop niet zo lang, maar ik denk dat er nog wel aardig wat bij komt. Ja, ja ik denk niet dat we van de zomer naar het buitenland op vakantie nou, kunnen. Nou, ik denk het nog niet. Nee, heb je die knappe jongen op die sleutelhanger? Dat is mijn kleinzoon. Heeft u er eentje? Oh, nee, twee. En mijn kleindochter. Dus dat is wel handig Hoe gedaan, is dat dan hè? In deze tijd? Ziet u ze een beetje? Of? Nee. Nou ja, de kleinzoon wel. Die is dan één dag in de week komt hij naar mij, want hij moet in Amsterdam gaan studeren. Tenminste studeren. Hij leert voor net als wat jullie doen. Oh. Dus en dan gaat hij proberen of hij dat voor elkaar krijgt. Ik ben er niet voor opgeleid hoor, ik doe maar wat. Nee, maar dat maakt niet uit. En jullie wonen in Leiden? Ja. Okay, nou. Het is toch hartstikke mooi? Ja, het is hartstikke mooi. Hij is zeker prachtig. Ja. Hij heeft wel heel veel dingen gemaakt in de Efteling en in Parijs. En dat hij een hele opnames heeft gemaakt. Oh, wat gaaf. Ja, hij is heel goed. Dus ik heb hier te maken met een trotse oma. Ja. Ja, zeker. Nou, geniet van uw dag. Ja, dankjewel. En we komen elkaar wel weer tegen. Komen we ik zwaai u uit. Maar kijk hoe hard hij gaat. Let op, hè, daar gaat hij. Ja, ook kan nog harder hoor. Let op, gaat hij hoor. Rio! Ja, het lijkt wel scootmobiele dag vandaag, ja, op die markt in Leiden. Ja, ik heb jou vaak gezien op tv. Oh ja, nee, dat klopt. Elke week. Maar ik heb jou nog nooit gezien bij mij op tv. Nee. Dus eens moet de eerste keer zijn. Precies. Ik ben Rudo. En wie ben jij? Ik ben Bert. Bert. Nou, aangenaam. Ja. Wie is Bert? Stel jezelf eens voor aan de kijkers. Ik ben Bert Stouten. Nee. En je woont in Leiden? Ik woon in Zuidwest. En dan kom je vanuit Zuidwest hier naartoe? Ja. Hoe lang ben je daar mee bezig? Eruit. Een kwartiertje rijden? Ruim 2,5 maand niet geweest. Oh, dit is je eerste keer weer op de markt? Ja, toen lag ik ziek. Heb je corona gehad? Ja. Maar dan hoef je geen mondkapje nu meer op, toch? Ja, maar ik ben bang dat anderen mij weer besmetten. Maar dat kan toch niet meer dan? Ja, dat zeggen ze. De Britse variant wel, misschien. Ja, ze zijn wel twijfelend daarover. Ja. Maar dit is je eerste keer sinds 2,5 maand weer buiten? Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het mooi weer. Ja? En wat vind je van de drukte? Dat valt wel mee. Dus, maar hoe lang heb je nou gereden vanuit Zuidwest hierheen dan? Nou, ik dacht eerst dat het nog bij Molen de Valk was. Dus ik ben eerst daarheen gereden. Dus je bent al even onderweg? Ja. En zo ben je hierheen. Maar jij bent met pensioen aan, neem ik aan? Ja, alle poosie. De 72. Wat deed jij vroeger? In de metaal. Oh? En wat dan? Bimetaal. Dus vanaf ongeveer een millimeter tot 2 meter. Dus heel secuur werk. Hebben we dat altijd ook leuk gevonden? Ja, zou ik het niet blijven doen. Daar ik wat nou ja, er zijn ook een heleboel mensen die werken en die vinden eigenlijk het helemaal niet leuk wat ze ja, doen. Daarvoor had ik bij de Leidse Broodfabriek gewerkt. Waar zat die dan? Wat? Waar zat dat dan? Waar zat die? Dus is dat de meelfabriek? Molen de Valk. Dan ga je langs het water terug, de Herensingel af. Ja. Precies waar de flatgebouw staat, ja, was de LBF. En ook Atibu. Ja, maar je doet net alsof ik het had moeten weten. Maar over welke jaren praten we dan? Over welke jaren? Dat ik er gewerkt heb was in de jaren 70. Nou, dat bedoel ik. Toen was ik nog niet eens geboren. Dat doe je. Nou, ik heb gerekend, Wollers. Oh, wil je ook op televisie? Zwaai maar even naar ze. Jaren 70. Ja. Was ik nog een jong binkie. Ja. Was ik jonger als dat jij nou bent. Hoe oud denk je dat ik ben dan? Jij? Rond de 35. Ja, nee, ik word dit jaar 40. Maar, ja.
Maar als je in de staal hebt gezeten, dan had je vroeger ook wel enorme spierballen. En, want dat is wel krachtig werken. Maar daar ben ik ook in kapot gegaan. En hoe lag je bij de vrouwen? Hoe lag ik bij de vrouwen? Nou ja, als je in de metaal zit en je hebt van die spieren en je bent zo'n binkie. Nee, daar had ik dus geen last van. Nou ja, of het een last is, weet ik niet. Maar... Nee, ik ben niet achterna gezeten door een vrouw. Okay. Ook naar mijn gevoel niet nagekeken. Nee, ook niet. Nee, dat heb ik ook nooit het idee dat ze me nakijken. Wij kijken die vrouwen wel na. Vind je ook niet? Doen we dat. Ik wens je een mooie dag verder. Ik jou. En geniet van de markt. Doei. Zal ik doen. Doei. Rio! Wat heeft u een vrolijke lach op uw gezicht? Ja. Wat moet ik... Of was er wat, er gebeurde wat, of niet? Ja, hij vroeg of ik een Leidsdagblad wilde. Ik zei, ik heb hem al. En toen was hij helemaal blij. En toen werd ik ook een beetje blij. Nou, ik had het, want ook, maar pas op, want daar staan ze weer van de Trouw en de Volkskrant. Oh, en waar zijn jullie van? Wij zijn niet van de krant. Oh. Wij zijn van de televisie. Oh. En daar ben je nu op. Maar goed, je hebt toch een zonnebril op, dus niemand ziet wie je bent. Maar ik zei vorige week ook al, joh, we hebben al een Leidsdagblad. Want ja, dat is toch het nieuws van, ja, toch? Van hier. Ja. Dus, maar ben je Leidenaar of woon je in de regio? Ja, ik ben een Leidenaar. Maar ik ben Rudo. En niet ben jij dan? Ik ben Karin. Karin, maar niet geboren? Niet geboren in Leiden, nee. En waar kom je vandaan? Uit Den Haag. Ja. En welke buurt? In Den Haag of hier? Ja, in Den Haag. In Den Haag, het Valkenboskwartier. Dat is toch die chique wijk? Of is dat de Vogelwijk, hè? Dat is ook, die heb je ook in Den Haag. Ja. Nou ja, goed. Maar volgens mij wil je weer doorlopen. Ik wil graag weer door. Ga maar, ik laat nog, je gaan. Ik heb nog een afspraak. Oké, doei. Dank je. Rio! Kan je wat net doen of je me niet ziet? Nee, ik zag je echt niet. Ah, ik zag echt zo dit zo. Nee, ik zag dan scannen wat ik ga kopen. Dan is het goed. Ja. Hoe is het? Goed. Ja, nou ja. Anna, dit zijn de mensen. Hoi. Mensen, dit is Anna. Ja, hoi. Dus, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ja, de laatste keer dat we elkaar zagen was daar in het stadhuis, denk ik, hè? Tijdens een debat. Dat zou heel goed kunnen. Bij de FNV, volgens mij. Daar was jij toen ook bij, weet je nog? Dat weet ik nog heel goed. Dat was het verkiezingsdebat. Dat was ik nog heel goed. Ja. Ja. En toen was je zwanger. Toen was ik zwanger, ja. Dus, dan heb je nu een kindje van 3. Een meisje van 2,5. Ja. Ja. Maar hoe gaat het verder met je? Het gaat goed, weet je. We zijn gezond. We zijn ook blijmoedig. Volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Maar het is rottijd, hè? Ja, sowieso. Ik ben er echt wel klaar mee. Ja, ik denk dat iedereen er wel klaar mee is. Maar hou je het nog wel vol? Of? Ja, ik hou het nog vol. Maar je moet af en toe, weet je, ik werk nu gewoon, weet je, de hele dag achter de computer. En je zit overleggen achter zo'n stom scherm te doen. Ja. Dus nu heb ik even lunchpauze, even naar buiten. Wat doe jij voor werk? Ik werk voor Stichting Lezen en Schrijven. En daar ben ik landelijk programmamanager voor de aanpak laaggeletterdheid in gemeenten. Dus wij helpen gemeenten om laaggeletterdheid aan te pakken. Ja, de prinses doet dat ook, toch? Prinses Laurentien. Zij is ooit initiatief gestart voor de stichting. Een heel leuk mens. Ik heb een keer mogen interviewen. Ja. Super inspirerend. Ja, zij is ooit de stichting gestart. En nog steeds hoog nodig. Dat is maar bemoeit ze zich ook veel met die stichting dan nog, of niet? Nu in mindere mate. Zij is nog wel steeds, weet je, bij belangrijke evenementen is zij betrokken. We hebben een taalheldenprijs bijvoorbeeld. Daar speelt ze altijd een rol. En die reiken we altijd uit voor mensen die laaggeletterd zijn en aan de slag zijn gegaan op volwassen leeftijd met werken aan beter leren lezen of schrijven of omgaan met de computer. Of aan mensen die hun helpen, dus zeg maar taalbegeleiders. Zulke mensen zetten we dan altijd in het zonnetje en zij heeft daar altijd echt een prominente rol in. Maar je moet eigenlijk haar dochter nu hebben natuurlijk. Dat is een onwijze influencer. Die is heel online, is die goed bezig, ja, die, hè? Ja, daarom dus Eloïse. Ja, dus eigenlijk moet je die even inzetten voor de stichting nu natuurlijk. Nou, ik weet niet. Kijk, laaggeletterde mensen vind je niet altijd op die manier, hè? En, want dat is echt je doelgroep. Ja, het zijn echt mensen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven of omgaan met de computer. 2,5 miljoen in Nederland. Maar ik wil net zeggen, weet jij hoe dat in Leiden of in de regio zit hier? Zijn er ook cijfers van? Een beetje. Ik ben hier wel, ik heb dat natuurlijk wel altijd intensief gevolgd. En in Leiden is er echt wel een heel mooi plan. En wordt er echt wel veel tijd geïnvesteerd om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is lastig, hè? Zeker nu in corona is het nog veel lastiger, hè? Want heel veel mensen gaan naar laagdrempelige voorzieningen, bibliotheek, buurthuizen, andere plekken om te oefenen. Allemaal gesloten nu. Ja. En heel vaak zijn er ook vrijwilligers die begeleiden. Nou, dat zijn vaak die oudere ook, mensen. Ja, die zitten ook zijn weer meer thuis. Doelgroep. Ja. Dus nu probeert men wel naar online om te schakelen. Maar dat is ook ingewikkeld. Maar daar moet je dan ook maar weer net mee om kunnen gaan. Dat is ook ingewikkeld. En voor mensen die iemand kennen met laaggeletterdheid in de omgeving, waar kun je meer informatie vinden?
sowieso lezen en schrijven.nl. Daar staat een telefoonnummer. Bellen, word je geholpen. Super. Nou, we hebben een mooie reclame voor de stichting kunnen maken, toch? Graag, leuk! Box, we zien elkaar zelf weer. Jij moet maar zo. Goed je even te zien. Tot de volgende keer. Ja, mooi, hoi. Doei. Rio! Mooi. Ik ga je hangen. Later. Zijn er weer belangrijk te doen dan? Ja, dus nou eenmaal zo. Mensen die hebben hem af en toe nodig. En was het Ed? Neem je op? Nee, kijk maar, Bas. Bas, oh, dat is die ander. Ja. Die is van het weekend, toch? Ja, dat is het weekend. Ed is voor door de week. Ja, en Bas is voor van het precies. Weekend. Precies. Voor het mooie had je eigenlijk even in een scootmobiel moeten zitten. Ik heb vandaag meer dan de helft van de mensen in het programma zitten in een scootmobiel. Oh, ik heb er wel een. Serieus? Ja. Wat moet je daar nou weer mee? Vind ik leuk. Maar die moeten terug, hè, op een gegeven moment. Nou ja, je moet hem terugschakelen, want die van mij kan gewoon 80. Maar neem hem eens mee. Waarom? Nou, wil jij leuk. Er ook gaan we samen een ritje door die stad maken. Nou, moet ik er even een skateboard af. Dus, maar ik heb bedacht wat wij iedere week kunnen gaan doen. Ja, wat gaan we doen? Moet je niet verkeerd opvatten, maar het hoogtepunt van Sandy. Het hoogtepunt van Sandy? Ja, want je bent ondertussen vast onderdeel in dit programma. De baas zei, moeten we er niet in het medewerkersbestand gaan zetten, maar... Toch, ja, nou, chef! Dat... Wat zeg je nou? Zeg je nou chagrijniger tegen mij of tegen haar? Nee, tegen haar. Oh, tegen haar, ik denk al. Eerst laatst met mijn lullen, anders krijg je hier niks. Wat zo moet klantvriendelijk, je nou, hè? Kom op. Zo klantvriendelijk, die Sandy. Hoe is het dan, kind? Hallo, schat. Alles goed met jou? Ja, met mij wel. Ja. Met jou? Een gek ding. Ja, nee, als je er dan toch bent, dan ga ik je gelijk maar interviewen. Hoe is die dan? Voor jou? Ja. Worden hier ondertussen gewoon keihard zaken gedaan? En hij doe ze verliefd tegen die spullen. Heb je uit deze ook een euro? Voor jou? Alleen vandaag, hè? Waar wil hij? Ook een euro. Kom op, kom op. Ook weer wat. Het is nog best interessant om naar te kijken, dit. Wat heb je nog? Nee. We zijn zeer commercieel vandaag. Kunt u mij vertellen wat u nog meer wilt? Weet u op de kraan 14, dame? Hey, we gaan al veilig in gesprek, ze zijn gesield. Oh. Hey. Ja, vertel het eens. Hey, ken jij je vader die gewoon elke week meenemen dan? Nou, ik heb het idee dat we volgende week starten met het hoogtepunt van Sandy. Het wekelijkse hoogtepunt. Ga erover nadenken dat je even vertelt hoe je week was. Oh, dan laat ik jullie maar nu zijn alleen. We zijn gewoon 3 kwartier bezig. Heb je zoveel uitzendtijd? Nee, maar dat is goed. Dan? Oh, prima, dan komen we goed. We doen er gewoon een nieuw bandje in. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Rudo. Gaan we nog even wat fruit naar die man gooien dan? Oh. En jullie, jij gooit dingen naar hem. Ja, dat kan. Jij kan er niet. Oh. Hey, vader.